Hoi, welkom bij Sousa Design. Ik ben Kim en in dit filmpje laat ik je zien hoe je een foto op een kaars kan krijgen. Wat heb je hiervoor nodig? Bakpapier, overhandschoenen, een föhn, de foto en een kaars. Je zorgt dat het afgescheurde bakpapier genoeg is om te bedekken. Het hoeft niet enorm groot te zijn. Maar zorg ervoor dat je wel genoeg ruimte hebt om ook nog vast te kunnen houden. Je plaatst de foto op de gewenste hoogte met het bakpapier eromheen en die hou je vast. Dit hou je vast met je overhandschoen. De voorbereidingen zijn nu gedaan. Ik ga er nu met de föhn overheen tot het plaatje erop zit. Ik druk de foto nu nog zachtjes aan in het zacht geworden kaarsje, zodat ik zeker weet dat die blijft zitten. Loop voor jezelf even de punten na waar ik nog niet goed zit. Dan kan je ervoor kiezen om nog een keer het bakpapiertje eroverheen te doen en het nog even na te föhnen. Zoals je ziet was dit erg eenvoudig om te maken en kan je het voor elke gelegenheid maken en eventueel cadeau geven. Hou er wel rekening mee dat foto papier is en het dus kan branden. Blijf dus altijd in de buurt van je kaars en zet hem niet te dicht bij open ramen, gordijnen, etc. Dus eigenlijk de gebruikelijkse voorschriften die je hebt als je een kaars aansteekt. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!